Voetballen is dus een van die activiteiten. Elke woensdag en zaterdag komen verschillende Satershouders uit Amsterdam bij elkaar. Natuurlijk om een balletje te trappen, maar vooral om bij te praten. Zo ook Teklewijni en David. Zij zijn een paar jaar geleden naar Nederland gekomen. Ja, ik vind het mooi. Nederland is echt een leuk land, ja. Ja, mooi. Ik woon hier in Amsterdam. Het gaat goed. Het gaat nu goed, maar het is allemaal niet makkelijk. En Mac weet dat als geen ander. Ik ben in hun schoenen gestaan. Ik weet hoe moeilijk het is. En als ik gewoon even bijspring, het kan gewoon even makkelijker voor de jongens maken. Volgens Mac is het belangrijk dat ze zo snel mogelijk met de maatschappij mee kunnen en aansluiting vinden. De jongens kunnen daarom voor alles bij hem terecht. Ik kan niet goed begrijpen van de brief. Mac altijd vertellen die brief van deze, die betekent die. Ja, Mac is echt aardig. In mijn land, als met elkaar praten, nooit juist ook kijken. Begrijp? Maar in Nederland is anders. En na het voetballen neemt Mac de jongens regelmatig mee naar buurtcentra, waar ze in contact komen met Amsterdammers. Want hij wil ook dat die juist weer meer leren over zijn stichting en de jongeren die hij begeleidt. De maatschappij ook, over Eritrees, statushouders gewoon laten weten. Waar vandaan kwamen, wat voor cultuur ze hebben. Op dit moment helpt de stichting Ikello tussen de 50 en 100 statushouders, allemaal afkomstig uit Oost-Afrika. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden via de site.